Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 15 november van Plaza. Een groot lage drukgebied in onze omgeving bepaalt voorlopig het weer. We zien vanochtend wolkpartijen. Nu en dan breekt de zon door. Het blijft wel droog en de temperatuur ligt rond een graad of drie. Vanmiddag wordt het hooguit zes graden. Door de stevige oostelijke wind voelt het aan alsof het licht vriest. Vanmiddag zien we ook overwegend veel bewolking, maar blijft het droog. En vanavond blijft het weerbeeld grijs. De temperatuur ligt dan rond een graad of 3. En de wind die zwakt af en draait in de loop van de avond naar het zuiden. Morgen komt de wind vanuit het zuidwesten. Het is een overwegend grijze zaterdag, met vooral in de noordelijke provincies nu en dan wat motregen. Op veel plaatsen blijft het de zaterdag droog. Het wordt 6 tot 8 graden. De intocht van Sinterklaas ziet er dus wel goed uit. Op zondag. Schijnt de zon af en toe, maar later op de dag betrekt het en gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt 6 tot 8 graden. Maandag is een regendag bij 7 graden. Op dinsdag blijft het droog. Dus het is voorlopig wisselvallig. Mijn naam is Diana Woe van Plaza.